atención. Listen, do it with me. Beste kijkers, vandaag 23 juni, eerste dag schoolfeest 2011, gaan wij op stap met twee dames. En de twee dames zijn... Quinty en Merel. En die zijn van welk programma? Want jullie doen radio hier in Goor, hè? QMC! QMC, en jullie zijn waarschijnlijk ook de jongste presentatricetjes? Ja! Hoe gaan jullie het op de kermis voor elkaar krijgen om mensen te spreken en overal gratis in te komen? Nou ja, ik kom niet veel in, maar ja, gewoon interviewen en dan vragen we ook of we er een keer gratis in mogen. Voornamelijk Merel vraagt dat, want ja, ik kom daar niet snel in met mijn been. Dus jij bent de tester vandaag, Merel? Ja, natuurlijk. Ja. En wat gaat Quinty dan van taak verrichten? Quinty gaat de tijd vol kletsen, denk ik. Is ze daar wel goed in? Nou, Quinty en kletsen, dan kan je uren doorpraten. Nou, weet je wat? We gaan gauw met jullie mee. We're flying high. We're flying right up to the sky. We fly so high. We're flying right up to the sky. Wat houdt deze attractie in? Wat houdt deze attractie in? Ja. Vermaak, hè, en plezier. En wat doet het? Draait het rond? Of, Zoals je ziet, hè, het gaat naar links en naar rechts. Dus het, je vliegt een beetje alle kanten op. Hoe lang bestaat deze attractie al? Weet je dat? Nou, deze attracties bestaan ongeveer 20 jaar. Maar deze is 9 jaar oud. En doet u dit al nog wel 9 jaar of doet u dat nog minder lang? Nou, ik doe dit al vanaf mijn 12e jaar. Zouden wij misschien een keertje een proefrit mogen maken? Ja, als je dat tegen kan wel, ja. Oké. We fly so high, we fly so high. Je bent nou net daar in de beach partybank geweest. Nou willen wij toch wel even een cijfer dan van jou. Wat voor cijfer geef je deze attractie? Nou, voor mij is het wel echt 10 hoor. Nu in bed geweest, Star Wars. Ja, je zag er nogal duizelig uit. Ja, want je draait heel snel rond en je gaat in één keer naar boven en naar beneden. Heel, heel eng. Heel eng dus. Maar wat voor cijfer krijgt het dan? Een 8. Een 8. Waarom een 8? Nou, hij was op zich wel heel erg leuk, maar hij gaat in één keer naar boven en dan is het nog wel pijnlijk voor je hoofd. Maar Quinty, we hebben jou nog helemaal niet in een attractie gezien. Wat is er aan de hand? Kijk. Rukken. Ja, en dan wordt het een beetje lastig, hè? Ja, nogal. Ik ben Berry Meijnen en ik reis met een tassenspel. Ja, vorig jaar stond u hier toch ook? Ja. Ja, want vorig jaar waren wij hier volgens mij ook allemaal gewoon een keer draaien. Ja, dat klopt. Toen hebben we hier ook een keer gedraaid. Voor mij vonden jullie het toen heel leuk. Ja, toen vonden we het ook geweldig. Daarom zijn we maar weer teruggekomen nu. Ja. Ja, dus... Maar jullie mogen nou ook draaien. Oh, leuk. Ja. Wat? Merel heeft een... knuffel! Ook een leuk knuffeltje.
Hallo, ik ben Henk Roels, de eigenaar van het Spookhuis. Oké, Mil. Hoe lang bestaat dit Spookhuis al? 35 jaar. Dat is lang, echt wel. En doet u het ook al 35 jaar? Nee, ik ben nog geen 35. Oh. Ja, maar... Eerst van mijn vader en nu is die van mij. Oké, maar het zou wel kunnen eigenlijk. Maar ik hoor telkens mensen eruit komen en iedereen zeggen, goh, wat was dit eng. Is die ook echt zo eng dan? Ja, dan moet je jezelf kunnen zien natuurlijk. Hè? Ik ga natuurlijk niks verklappen. Nou, dan gaan we erin mogen. Nou, alsjeblieft. At hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse. Nou, meneer Rolle, wij zijn dus met z'n drieën daar net in het spookhuis geweest. Wat vond jij ervan? Nou, het was niet echt heel eng, dus ik geef het een 6. Het was niet echt heel eng. Nou, we zijn hier nu dus bij de draaimolen. Stelt zichzelf eens even voor. Ik ben Hilly Mijnen. Wat zegt u? Hilly Mijnen. Oké, en de draaimolen. Welke voertuigen zijn er? Ja, van alles. Paarden, bus, brommers, fietsen, van allerlei dingen. Doet u hier het werk al, zeg maar? Deze is niet van mij, die is van mijn zoon, dus ik help hier alleen maar. Oké, maar hoe lang doet uw zoon het zeg maar dan al? Hoe lang doet mijn zoon dit al? 6 jaar. 6 jaar. Oké, dat is best lang, ja. En hoe lang de draaimolen al bestaat? Nou, deze al heel lang, die is al heel oud. Hoe oud is die, hè? Weet jij dat? Ja, 60 jaar. 60 jaar is deze draaimolen. Dat is best oud, ja. Ja. Nou, zullen we dan misschien nu een keertje in de draaimolen mogen? Ja, gaan jullie maar verder gaan. Ja, dank u wel. Uit de draaimolen, daar komt nummer 2 aan. Maar ik wil nou toch even iets zeggen hoor. Hoe oud ben jij? 11. En hoe oud ben jij? 11. De rijstand in je vraag. Vind je dan de draaimolen nog steeds leuk? Ja! Ja! Oké, het is duidelijk. En wat voor cijfer geef jij het, Quinty? 9. 9, jij? 9. Kom er maar weer bij, zoek er maar weer uit. Trekken, trekken, trekken. Winnen, winnen, winnen. Altijd prijs. Nou, de poliep is, dat noemen ze de octopus. Die gaat draaien en de gondels kunnen draaien. En dan gaat hij naar boven en naar beneden. Oké, dat is leuk. En zouden we hem een keer mogen uitproberen? Ja, wil je er een keer in? Nou, hier, gaat er maar een keer in, ieder.